Herman vervoert gevaarlijke transporten en valt op als gentleman tussen zijn maten. Ik ben Herman van Wijk, 54 jaar, getrouwd, 3 kinderen en opa van 2 kleinkinderen. Nou, ik zit ongeveer in nog van 30, 31 jaar ben ik als beroepschauffeur werkzaam, waarvan de laatste 20 jaar met een tankauto, dus dat wil zeggen gevaarlijke stoffen en verder alles wat vloeibaar is behalve levensmiddelen. Ik wou reinigen, de 4507. Kamer 1 isobutanol, kamer 2 methoxypropanol, kamer 3 kwenen en kamer 4 methylproxyacetaat. Herman is net terug van een reis. De 4 compartimenten van zijn tankwagen worden schoongemaakt. Dat gebeurt bij het bedrijf waar hij voor rijdt in het Rotterdamse havengebied. De wijze van reinigen hangt af van de lading die in de tanks heeft gezeten. Dit zijn gewoon chemicaliën en dit doen we eerst met heet water. En dan met heet water en zeep. En dan weer met heet water en dan is die schoon. En waarom moet dat? Nou, omdat je geen 2 producten over elkaar heen kan laden. Want dan gaat misschien reageren als ik een ander product wil laden. En je moet natuurlijk bij die opdrachtgevers, die bestellen een schone tankauto. Dus dan moet je met een schone tankauto weer komen om te laden. Ik heb geen 2 producten, want dan verandert het product of... Nee, dat gaat niet. Dat ken niet. En dit vind je een leuk vak, Herman? Ik vind het wel leuk. Hoe komt dat zo? Ja, ik weet niet, het ingegroeid, hè. Vroeger ging mijn vader was ook chauffeur, dus dan ging hij als schooljongen ging hij al mee. Dus nou, zo ben je van lieverlede, die vond het prachtig, zo'n grote auto. Je mocht af en toe nog een stukje vooruit rijden. En naar school en dan zo van lieverlede ingerold. Maar als ze dit aan het doen zijn, heb je nooit het idee... Krijgt die rommel ook adem ik in of krijg ik aan mijn lichaam? Nee, ja, dat is toch. Nou ja, het is natuurlijk iedere keer een snuif hier, maar ja, ik doe dat nou 30 jaar, dus ik heb er. Ja, ik ben ook geen arts en geen dokter, maar ik voel me eigenlijk prima. Ik ben nog nooit, afkloppend doen, maar nog nooit een dag ziek geweest. Sta je erbij stil? Wat voor werk die doet? Nee, nooit. Nee, nooit. Nog niet? Nee, daar sta ik nou gewoon nooit bij stil. Dat is gewoon zijn werk. Ik weet dat hij best wel heel kalm en rustig en goed uitkijkt. Dus ik sta er in wezen nooit bij stil. Anders heb je geen leven ook, denk ik. Je wilt er ook eigenlijk niet bij stil? Nee, ik wil er ook eigenlijk niet bij stilstaan. Want dan heb je gewoon geen leven. Als ik daar nou altijd aan mag zitten denken wat er kan gebeuren. Dan mag het van jou rijden? Ja. Ja, als er wel eens een keer een ongeluk gebeurd is, dan denk je er wel eens bij na wat hij doet. Maar over het algemeen, nooit. De opdracht voor zijn volgende rit krijgt Herman aan de balie van de planning. Morgenochtend om 9 uur laden. Ja. De Arco in de botlek. Ja. 12 tonnetjes in compartiment 1. Ja. Dat is ongeveer 13.000 liter. Ja. We hebben de havens van Rotterdam en Amsterdam waar containers en schepen binnenkomen met gevaarlijke stoffen. Die worden hier in ieder geval gelost en die moeten verder vervoerd worden door Europa heen. Dus ik denk dat Nederland een vrij strategische ligging heeft. En dat zie je ook wel hier in het Europoort en Botleggebied. Wat er aan chemische concerns te vinden zijn. Dat wordt naar, wat zei hij nou? Ik ben het allemaal weer vergeten, want dat ging me even duizelen. Palermo, zei hij. Nou ja, Partona. Dat schijnt er helemaal onder op Sicilië te liggen. Herman is eigenlijk in dienst van de kleine vervoerder Stout. Maar die krijgt al zijn opdrachten weer van Hoyer, een middelgrote transportonderneming waar dit de planningsruimte van is. Als Hoyer Nederland hebben wij aan eigen wagens een goede 100 trekkers, een goede 140 opleggers wat betreft het vloeistoffenvervoer. Stout is een bedrijfje met 6 of 8 eigen wagentjes.
Dit bedrijf is eigenlijk te klein om zich aan te bieden bij een grote chemische plant hier om een ladingpakket te krijgen en brengen dus de wagens eigenlijk onder bij een transportbedrijf zoals het onze. En wij krijgen dus de vrijheid van Stout om te zeggen, hier heb je een pakketje aan wagens, die moeten jullie inplannen en zorgen dat die wagens de hele week ingedeeld worden met lading. Ja, dan gaan we eerst naar boven. Ja. Zo. Dan doet hij even controleren of die schoon is en droog. Goed schoon is. Nou, dat is in orde bevonden, dan maken we hem dicht. Ja, dit product dat verkleurt met zuurstof erbij, ja. Dus daarom wordt dat gespoeld met stikstof. En om te kijken of alles goed dicht is, alle pakkingen niet lekken. Nou, en dan. Blijft het product goed. De brandgevaar is nou, met 65% verminderd. Ja, dat is echt fijn. Bedoel, er zit geen zuurstof meer in, dus in principe zou het niet meer kunnen branden in de tank. Als ik. Staat er geen windzak? Wat zoek je dan aan? Een windzak, dat is zo'n zak, weet je, die in de wind hangt. Ja. Dan kan je zien waar de wind vandaan komt. Maar waarom wil je dat weten? Nou, kijk, er staat nu een brandbaar product te laden. Het is wel niet giftig, maar het is toch chemie. Dus bij eventuele, als er een leiding lek zou gaan en er komt een wolk, het zij van brandgevaarlijke wolk, het zij misschien een beetje giftig of bijtend, irriterend voor de huid en ogen, voor de slijmwegen als je een bijtend product hebt. En dan eigenlijk zoveel mogelijk tegen de wind in weglopen, niet met wind mee, want dan blijf je in de wolk lopen. Ja, ja, ja. En daarom meestal, ik kijk altijd bij als ik bij een chemische fabriek kom, waar de wind vandaan komt. Maar ik ben nou een beetje laat mee. Ben ik nu een beetje laat mee? Ja, ik had er niet aan gedacht. Maar ik kijk of, nou zie ik er geen windzak, maar dan kijk je naar de stoom, waar de stoom mee waait. Hè. Dus staan we hier goed of niet? We staan eigenlijk hier niet goed, want de wind komt achter ons vandaan. Ja, dan moeten we even verkassen. We moeten eigenlijk achter de auto staan. Dit is, dat noemen wij dan het vlammetje. En dat is voor klasse 3, want wij gaan klasse 3 vervoeren. En dan klasse 3, dat wil zeggen een brandbaar product. Dus wij doen een etiket op van een... Van een vlam. Op het... En voor wie is dat bedoeld dan? Dat is voor hulpverlenende instanties. Is dat bedoeld voor de politie, brandweer, eventuele hulpdiensten. Als er wat gebeurt onderweg, dan kunnen ze zien van... Hey, dat is een tankauto met brandbare stof. Dus dan moeten we die en die maatregelen moeten we dan nemen. En dan gaan we, zoals wij dat noemen, etiket nummeren. Ik ga nu het gevaar van het product. Dus klasse 3, dat is brandbaar. En het is wel brandbaar, maar niet erg brandbaar. Nou, dat doen we een beetje afwegen. Nou, en dat wil dan zeggen, als er nou wat zou gebeuren, nou weet de politie, de brandweer, die hebben ook van die boeken waar die codes in staan. En die, als er dan wat gebeurt, die kijken in het boek, ze zoeken het nummer op. En ze weten precies wat er aan de hand is en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen. Aan boord nu twee tanks met een brandbaar oplosmiddel voor een verffabriek op Sicilië. Nou, als ik zondags weg moet, zondags avonds, dan zit je al zondags, dan drink ik nooit geen borreltje zondags of een flesje bier. Dat heb ik nog nooit gedaan. Wel zaterdag avonds, dan drink ik wel. Maar als ik zondags avonds weg moet, dan drink ik nooit. Ja, dan loop je toch de hele dag al een beetje, ja, chagrijnig niet, maar ja, het is niet leuk. En, want dan zit je te kijken en dan denk je, nou, dan komt wel eigenlijk vanavond wel een keer wat leuks op de televisie, dat je wil kijken. Maar ja, en dan, dan denk je, ja, dan haal ik toch met tegenzin ga ik weg. Dan brengt ze me naar de auto en dan, dan geef ik mijn spulletje aan. We doen eerst natuurlijk zelf hier de spulletjes in de auto en dan geeft ze me... Alles aan, nou en dan ja goed in nou, een zoen en een hand en nou, geen vreemde mannen binnen later van de week en tot een vrijdag. Ja, dat is gewoon gewenning, want het is elke week hetzelfde natuurlijk en na 30 jaar is het toch ja, altijd hetzelfde. De groetjes hè. Dag. En je neemt afscheid en ja, dat is het, want het is een werk. Alleen de weekenden zijn wel eens vervelend als die weekenden weg is. Dat vind ik erg vervelend. Zo gauw als ik
in die vrachtauto zit, dan is alles over. Dan vind ik het niet erg meer. En dan vind ik het wel weer leuk. Maar juist van thuis vandaan naar die auto toe. Dat vind ik niet leuk. Maar als ik eenmaal in die auto zit, dan is alles weer over. En dan ga ik eigenlijk fluitend ga ik weg. De eerste etappe gaan we rijden we tot Arlon, net voor de Luxemburgse grens. Want het is nu zondagavond 5 uur. En je mag in Frankrijk met gevaarlijke stoffen vervoeren we nu. En dan mogen we in Frankrijk pas vanavond om 12 uur rijden. S'avonds rijden, dat vind je niet erg? Nee, dat vind ik niet erg. Meestal een leuke muziek erbij. Wat ook wel kan je helemaal mee ontvangen s'avonds. Nee, verwel maar nooit. Ik kan goed tegen alleen zijn. Bij DVX40, ben jij stand-by? Ja, ik ben er hoor. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hij met die wagen van Hooyer hier aan deze kant. Hij zegt, waar ga jij heen? Ik moet naar Wissembourg. Oh, wat krijgen we hier allemaal voor blauwe lichten en knipperlichten? Nou, even zachtjes aan doen. Ja, precies, want het gaat niet goed hier. Er ligt hier iets ondersteboven tegen de vangrail aan. Ja, er ligt hier eentje op zijn kop. Het ligt hier wel een beetje sneeuw in de berm. Ja, ik ben ook zo wat boven. Ja, je zit hier ook toch een beetje in de Ardennen hier, hoor. Dus in ieder geval bedankt even voor het tokkeltje. En ik ga dan aan bij een bakje doen. Misschien zie ik hier wel een anders goede reis. En tot ziens. Ja, die mannen die we net op de radio hadden? Ja, Bakkie. Bakkie, ja? Ik weet niet, die je hebt alleen met ze gesproken. En ik heb ze nog nooit gezien. Dus ik weet niet hoe ze hier zitten. Dus die staan misschien hier ergens? Ja, die misschien zitten ze wel ergens, maar ik zou niet weten waar. Ik ken ze niet. Als het tegen tienen loopt, komt de uittocht van chauffeurs die richting Luxemburg rijden op gang. Pas na dat tijdstip mogen vrachtauto's daar de weg op. Ik ga nu ongeveer nog een half uur, drie kwartier. Dan doe ik even naar Luxemburg. En dan blijf ik net voor de Franse grens. Dat is 5-6 kilometer voor de Franse grens blijf ik staan. En dan gaan we onze rusturen maken. En doe ik daar even aftanken en alles. En dan gaan we morgenochtend om 7 uur of 8 uur kunnen we zo starten en wegrijden. Een beetje zachtjes aan doen, want het een beetje mistig als het een beetje aan gaat vriezen. Dan mag je gewoon blijven rijden? Ja, als het niet erg wordt wel, maar het valt wel mee geloof ik. Hier en daar een vlaagje. Maar bij dichtere mist moet je stoppen? Ja, met dichtere mist moet je stoppen. Binnen onder de 200 meter officieel. Dan geven ze dat door op de radio. En dan zoeken we een parkeerplaats op en dan blijven we dan staan. Gaat erin? Hoeveel? Nou, ik denk dat er ongeveer 100 liter in gaat. Natuurlijk, thuis in Nieuwekerk was die vol. Dat tanken we hier weer even af. Ik denk een 100 liter. Omdat het hier goedkoper is ook? Hier goedkoper, ja. In Nederland kost 1,55 liter, hier rijden voor de 10. Waar wil je staan? Nou, ik ga hier staan, want ik kan niet met mijn hoofd naar beneden leggen. Dan kan ik niet slapen. Dus wat is dat dan? Nou ja, dat weet ik niet. Ik moet altijd met mijn hoofd hoog leggen met mijn voeten, anders slaap ik niet lekker. En dan zet ik hem gewoon tegen de stroom in.
Ja, ik heb dat konijntje in moord. Dat heb ik geloof ik een keer van mijn dochter gehad. Want ja, ik ben natuurlijk een man. En je zit natuurlijk altijd vaak naar andere vrouwen zo te kijken. En toen zei ze van, ja, je lijkt als een playboy. Je hebt mama en ons toch. En nou, toen heb ze een keer zo'n konijntje voor me gekocht. En ze zei, doe dat maar in, hoor. Dan ben je ook een playboy. En dan hoef je niet naar andere vrouwen te kijken. Nou, ik denk dat er een ongeluk gebeurd is, want er stond een paar kilometer van tevoren stond al een keer een bord over de weg. Dus ik denk dat er nou, begint filevorming te worden. Zie je, ik denk dat die Belgische chauffeur een beetje zit te slapen. Die is achter op die tankauto gereden. Dat kan ook gebeuren, hè? Ja. Dan heb je nog zoveel mooie regels. Ja. Maar als er, dan is hij natuurlijk, en dat gebeurt vaak, dan rijdt er een, iemand die al gewoon normaal zijn gewicht heeft. Die rijdt hier tegen die helling langzaam omhoog. En dan iemand die dan licht, een kleine vrachtje erin heeft, een lichtvrachtje. Ja, en je let niet goed op en je zit al, kijk je maar een keer in je spiegel om te kijken of je naar links kan. Dan zit je er zo bovenop. Want dan kan het toch goed fout gaan? Ja, dan kan het goed fout gaan. Maar nou viel het hier gelukkig ook nog wel mee. Want je hebt natuurlijk met een tankwagen zit natuurlijk een bumper erachter en je hebt natuurlijk eerst een bodemafsluiter en dan heb je nog een afsluiter en nog een vlinderklep. Ja. Dus zo gauw beurt er niet wat. Ja, maar als je hem er flink oprijdt, dan heb je toch kans dat hij hem van achter lek rijdt. En wat doe je dan? Wat moet jij dan doen? Wat ik dan moet doen? Dan moet ik proberen de mensen zo ver mogelijk weg te houden en als er vloeistof uitloopt, om dat te proberen in te dammen. Hoe? Ja, met een beetje zand of af te sluiten, een soort van dijkje maken en hem op te vangen. Of eventueel een emmertje of zo eronder te zetten, als het een kleine lekkage is. Ja, ga je dat doen als het vlambaar materiaal is? Ja, je zou wel moeten, want stel je voor dat het zo over de weg wegloopt en dan zou iemand zomaar even een peukje uit het raam schieten. En dan is er ineens woep. Replay, enter. Ik doe nou even een berichtje naar de zaak. Er is aan jou geen typist verloren gegaan. Nee. Bericht. Ja. Goedemorgen, even een kort berichtje. Alles gaat tot nu volgens schema. Groetjes Herman. Je kunt dus via het scherm kun je ten alle tijde een bericht sturen of een bericht ontvangen van de chauffeurs die onderweg zijn. Dat heeft verschillende voordelen. Je kunt namelijk de klant ten alle tijde informeren over vertragingen. En klanten kunnen ten alle tijde, op elk gewenste tijdstip van de dag, kunnen ze te horen krijgen waar hun lading zich bevindt. Maar we kunnen dus ook kijken hoe een chauffeur gereden is, of hij zich aan de wettelijke rij- en rusttijden gehouden heeft, of dat hij de goede route bepaald heeft. In dit geval is dat een wagen, de 4064, die is op 2 december geladen in Maastricht. Voor Portugal, die is via Luik naar Charleroi gereden. Hij neemt zijn pauze, zijn rust in Saint-Quentin. Hij rijdt de volgende ochtend weer verder over Parijs, Versailles, Orléans, Tours, Poitiers, Salamanca, Coimbra. Hier is hij dus in Portugal aangekomen. En de actuele stand is vandaag om 12.43 uur staat hij 4,6 kilometer ten noorden van Porto. Hier voorin ziet het eruit als elke vrachtwagen. Ja, ja, ja. En het stuurt waarschijnlijk zoals elke vrachtwagen. Ja. Nou, het sturen. Het wil wel eens klossen. Schommelen de lading. En je moet uitkijken met de bochten, met remmen. He, want dan wil hij nog wel eens een keer extra doorschieten als hij afremt. Want dan gaat de klos naar voren, dan gaat naar achteren en dan komt weer naar voren. Ja. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. Met de bocht gaat alles naar één kant hangen. Doordat je niet te hard de bocht om gaat. Want dan ga je de bocht door en dan komt hij weer terug. Dan gaat hij juist weer de andere kant heen. Nou, eerst een kopje koffie zetten. Een boterhammetje eten. We zijn wel netjes op hun wagen. Ja. Oh, dan moet je mevrouw vragen, moet je aan Corrie vragen. Hoezo? Nou, als die niet meegaat, en dan koop ik wel eens, als er aan het brood op is, dan zitten we aan het Franse stokbrood. Maar dat kruimelt nogal, hè? Ja.
En dan doet ze mos heel voorzichtig hier, dan mag ze de brood klaarmaken. Maar als ze wil een hap wil nemen, dan moet ze, ja, dan staan we natuurlijk wel stil. Maar dan moet ze buiten het raam moet ze happen of buiten opeten als het mooi weer. Want anders komen er veel te veel kruimels in de auto. En dan moet ik er allemaal weer opruimen. Ja, hier ben jij de baas? Hier ben ik de baas, ja. Ja, dan kan het ook sneeuwen hier. Het kan hier ook flink sneeuwen, ja. En wat dan? En dan, nou, dan zullen we denk ik toch sneeuwkettingen moeten leggen, want het gaat hier nog wel, hier is nog wel aardig vlak, maar het wordt straks wordt het steiler. Maar dan ga je toch, toch rijden? Ja, nou ja, proberen wat om in de bewoonde wereld te komen dan, om bij een restaurant eventueel. En dan bij het weer af te wachten of tot de sneeuwploegen geweest zijn. Want ja, dat is nou ook weer zo typisch, sneeuwkettingen heb ik bij me. Maar officieel mag ik weer niet rijden als er sneeuw, als ik ze nou erom moet leggen. Vlak voor de grens met Italië houdt de politie het vrachtverkeer tegen. In verband met een feestdag geldt daar weer een rijverbod tot middernacht. Nou, dan gaan we tanken. Dan tank ik hem vol. En dan gaan we eten en lekker een glaasje wijn drinken. En dan morgen om pak een beetje 6, 7 uur. Nou, dan komt de politie. Dan gaan we weer verder. Torino, Roma. Wissan kilometer. Roma, Reggio Calabria, Galle. Nou, we hebben volgens hem nog dik 20 uur naar onder in Italië naar de boot. Alles autostrade. En dan op Palermo of op Sicilië zegt hij die 300, 200 kilometer is allemaal bochten en omhoog en omlaag. Dus daar hebben we misschien nog wel een uurtje of. Nou, 300 kilometer is het. Normaal is dat 4 uur rijden. Misschien, nou, laten we het dubbele rekenen. Dus we zijn nog niet op de helft? We zijn nog niet op de helft, nee. Lekker glaasje kier, dat hebben we wel verdiend vandaag. Krijg je daar niet een beetje rare reacties op ook van de collega's? Nou, dat zal best wel, maar die zeggen dat niet tegen mij. Misschien achter mijn rug, natuurlijk. Dat heb je altijd. Er zijn altijd collega's die denken van, nou, wat een idioot, wat een imbeziel. Maar tegen mij zeggen ze niet. Maar de leuke reacties, die hoor je wel natuurlijk. Er zijn er genoeg die zeggen van, nou, dat is leuk. En dat doen alleen die Hollanders maar van buitenlandse collega's. Die zeggen van, nou, dat doen ze in Holland. Die zien er altijd correct uit. Maar je hoort nooit heel uitsloven? Nou, natuurlijk, dat hoor je wel eens een keer van hey, uitsloven. Kijk, dan zeg ik dan meestal, nou, jij ziet er ook wel netjes uit, maar ik heb alleen nog een stropdas om. Ik zeg, voor de rest zien we dezelfde uit. Ik vind dat wel leuk. Ik vond dat geinig. De Frézu-tunnel op de Frans-Italiaanse grens. Het is dinsdagochtend rond 7:00. Herman's lading behoort kennelijk niet tot de hoogste risicogroep. Want we mogen er zonder escorte door. Er komt ons nu een gevaarlijk transport tegemoet. Want daar rijdt een auto met zwaailichten voor. Dus die auto die heeft gevaarlijkere producten dan ik geladen. Dus die gaat dan onder begeleiding. Van als er dan wat gebeurt, dan tot ze gelijk de hulpdiensten gewaarschuwd kunnen worden via de begeleidingsauto. Hier in Nieuwekerk aan de IJssel hebben Ada en Siem Stout hun transportbedrijf. 18 jaar is Herman al bij hun in dienst. Ze reden stookolie voor de tuinders in het Westland, totdat ze daar op gas overgingen. Nu zitten ze al jaren in het vervoer van chemicaliën. Ada doet de administratie, Siem het onderhoud van de wagens. We zijn dus begonnen, ik was 20, mijn man was 23. En je groeit daar dan in. En op een gegeven moment, misschien zijn we er wel eens soms te veel mee bezig. Maar we hebben nu weer twee jongens, de oudste is 25, de andere is 21. En de oudste zit er al in en de jongste is ook hard op weg om toch ook... je brengt het toch ook over, denk ik. Maar we wonen dus op ons bedrijf, dus je bent 7 dagen, ben je daarmee bezig. Als 's nachts hij weggaat hier, of 's ochtends vroeg of 's avonds laat komt hij binnen, weet ik exact welke het is. Omdat, ja, het zijn, raar gesproken, mijn kinderen een beetje. Als ik er een 's ochtends weg hoor gaan die een beetje te veel gas geeft omdat de motor niet warm is, krijgt hij als die vrijdag thuis gewond te horen van, hey joh. Maar die heb ik niet meer. Ik heb al cowboys in dienst gehad, hoor, dat je dacht van, waar zijn we mee bezig? Maar goed. Wekelijks krijgt de familie Stout van de planners van Hooyer door waar zij hun auto's hebben ingedeeld.
Het hebben van maar één enkele opdrachtgever ziet Ada Stout niet als een probleem. Ja, zo horen we dat nog wel. Hoyer rijdt dus voor heel veel grote raffinaderijen. En in Duitsland de BASF en in Nederland de Shell en noem maar op. En dus het is niet als er dus één opdrachtgever wegvalt dat er geen transport meer is. He, want ze hebben dus heel veel verschillende opdrachtgevers. En ze hebben dus zelf 80 auto's en ze hebben ook nog eens 80 auto's van ondernemers. En ja, dus ze kunnen ook niet zonder ons. Wij kunnen niet zonder hun, maar hun kunnen ook niet zonder ons. Zo is het natuurlijk ook een keer. Is het nou altijd goed gegaan met die gevaarlijke stoffen? Nou, ik heb voor mij wel, maar ik heb één keer door de dommigheid van een ander, heb ik wel een keer in naar het ziekenhuis moeten voor een behandeling. Ik sta die slangen even aan te koppelen en ik hoor ineens een hoop herrie en een gegil. En ik loop eigenlijk zo met mijn handen op mijn hoofd, zo loop ik weg. En toen kwam er een andere man van dat bedrijf, die pakte me beet en die zette me gelijk onder een nooddoek. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand was. Je schrok je dood? Ja, ik stond helemaal te trillen. Ik denk, wat krijgen we nou? Wat was het? Nou, dat was een man die stond achter mijn rug een slang door te spoelen met van een fenol. Nou, en fenol is een heel gevaarlijke, giftige stof. He, dat brandt gelijk door je huid heen. Het is puur gif. Dus, maar die had hij in een vat gestoken, die slang. En toen ging hij er luchtdruk op zetten om die slang door te spoelen. Maar hij zette ineens zoveel luchtdruk op tot die slang uit dat vat kwam. En als een slang gaat staan te sproeien. Maar je hebt er niks aan overgehouden? Ik heb er gelukkig niks aan overgehouden. Ja, dank u. Lekker pizza. Drie kwartier stilstaan. Ja, drie kwartier even pauze maken. Nou, even een cappuccino en een klein pizzaatje. Wat zoek je? Oogspoelfles. Hier ook. Met, als je een of andere stof. En dan kun je zo op je oog zetten. En dan knijpen. En daarom zet je meestal met de bijtende stoffen even die zuurbril erbij op. Meestal? Meestal, ja. Dan hebben we hier een brandblussenapparaat. En dan kan ik zo het beginnende brand mee blussen. Ik zoek mijn gasmasker. Die is niet te vinden. Ja, ik weet al waar die ligt. Die ligt. Dan moet ik het bed optillen en dan leg ik het in de midden van onder het bed. Ja! Ik bel je nog wel een keer, of jij bel maar even. Ja? Hey, doe iedereen de groetjes. En tot ziens, hè. Dag hoor. Probeer je nou voorbij Rome te komen? Ik probeer iets voorbij Rome te komen. En dan heb ik net 10 uur, misschien 10 uur en een kwartier. Dus moet ik even kijken, omdat ik hier niet zo bekend ben. Of we een goede parkeerplaats kunnen vinden. Die een beetje bij een tankstation of bij een druk restaurant. Want, ja, een beetje veilig, want ik ben hier wel niet bang, maar ik ga toch niet graag hier op een hele donkere parkeerplaats staan. Dat is ook wel leuk. Soms zeggen ze dat truckers ook rukkers zijn, of is dat niet zo? Misschien als je jong bent, maar... niet meer als je 4 bent. Niet meer als je al opa bent, denk ik. Je hebt zelfs extra stopdas bij je, hè? Ja, dat vind ik helemaal niet te geloven. Het is nu 22:30, dus we stonden hier om 8:30 stil. Dus dan hebben we 9:30 rust. Nou, dan zitten we voldoende, hebben we voldoende rusturen. Dus dan mag ik morgen om 18:00, mag ik morgen om 17:30 zou ik mogen gaan rijden. Hm. Ja, dat heeft toch geen zin. Ik mag toch maar 22:00 morgen. Exact op de 80 kilometer, want ik ben al diverse keren gewaarschuwd door collega's van kijk uit. Vooral in het zuiden, ze zijn erg streng op de snelheid. En vooral met ADR, of met gevaarlijke stoffen.
Zo, bijvoorbeeld als hij mag hij 80 kilometer en als hij 283 kilometer rijdt, dan heb je kans dat je al een bekeuring krijgt van 500.000-600.000 lire. Dus dat is omgerekend zo tussen de 500 en de 600 gulden voor 2-3 kilometer te snel. Ja, intussen worden we door de een naar de ander ingehaald. Hè? Ja, inderdaad. Ja, ik snap het niet. Ik durf het niet. Maar ja, ik ben buitenlander en die worden toch over het algemeen in ieder land die worden toch iets strenger aangepakt dan de eigen landgenoten. Ja, dat is weer een voordeel van gevaarlijk transport. Hè. Je hebt altijd tijd genoeg, maar het wordt allemaal ruim opgezet. Ja. Dus je hoeft eigenlijk nooit te haasten of over de kop te rijden. Of, ik hoef maar niet in overtreding te geraken. Tot nog toe. Een berichtje binnen van via de satelliet. Dus ik zal even kijken wat ze willen. Hoi Herman, goedemiddag. Loopt alles volgens plan? Wanneer denk je bij de boot te zijn? Red je het morgen om tussen 10 en 12 uur op de losplaats te zijn? Ja, ik moet het zelf uitzoeken, want dan kom je hier ook. Nou, je hebt het nou zelf gezien. Ze staan te schreeuwen en gebaren en druk te doen. Dat is weer de mooie kant van het chauffeursvak. Nou ja, zoek het maar uit. En dan, je moet natuurlijk niet in paniek raken en geen gek laten maken. En je blijft gewoon wachten en dan komen ze vanzelf naar je toe. En als het te lang duurt, dan ga je je auto gewoon in de weg zetten. Dat er niemand meer doorgaat. En dan hebben ze zo een oplossing. Dan duurt het niet langer, nee. En je kan wel zien dat het deze speciaal uitgerust is voor gevaarlijke stoffen. Want dan hebben ze hier dat opvangrand gemaakt. Mm-hmm. En dan hebben ze gelijk de volgende rij, die houden ze er een meter of 20 achter. Dus dat het niet gelijk alles op en in elkaar staat. Ik denk, dan moet eigenlijk nog een cadeautje voor Corrie kopen. Maar ik breng niet iedere rit, maar zo één keer in de maand of in de twee maanden, dan neem ik altijd een aardigheidje voor hem mee. Nou, kijken welke kant wij moeten. Hij zat toch wel remmen. Woensdagavond op Sicilië. Herman is aan zijn uren, maar een geschikte plek om te eten is nergens te bekennen. Ja, daar ben je weer verplicht om door te rijden, terwijl het niet meer mag. Maar ja, je kan wel eens ook ergens in een stikdonkere parkeerplaats staan zonder eten en drinken. Dus ja, dan moet ik maar weer een stukje doorrijden en kijken of we de volgende opzoeken. We daar wat kunnen eten. Kijk, dit is een inrit, godverdurie, gaan ze gebruiken. Er komt er godverdurie nog eentje, die ruimt wat mijn spiegel eraf. Hier, kijk, moet voor je kijken, kijk. Ja, er staan zo dicht naast elkaar, dus er komen ze wat met de schouders tegen de auto's aan. En je ziet het, ze komen zo onder je deur uit je dode hoek vandaan en ze schieten zo voor je. Nou, dan duurt het te lang, dus dan neemt ze de volgende maar. Kijk, ze rijden zo door het rode licht heen, want waar het voor staat weet ik niet. Maar Zara. Autostrade. Nou, dat heb ik nou nog in mijn 31-jarige loopbaan nog nooit meegemaakt. Tot ik moet stoppen voor een koppel schapen. Okay. De verfabriek in Partanna, 10:00 's morgens. Herman is keurig op tijd. Het lossen kan beginnen. Alleen de slang past niet. Dat is een aansluiting die jij hebt. Die gebruiken ze bij ons, die boeren van die miskarren. Mm-hmm. Van die gierkarren. Die aansluiting. Ik heb die aansluiting niet. Ja, kijkt alsof hij zich scheten voelt. Kijk, nou kijk. Zo, dan pakken we even een monster.
En dan kan we direct lossen. Kijk, nou is het glad, nou wil hij niet zinken. Oké. Ik ga het wel even in de gaten, want ik moet daar niks van hebben. Kijk, het is mijn pak jammer niet, want hij zegt dat het zo mag, dus ja, wie ben ik dan om te zeggen, ik doe het niet. Dus daar hou ik mezelf maar even vast. Want hij kent er eigenlijk niet goed in. Het bochtje is net eigenlijk iets te dik. Een beetje. Ik ga toch een handdoek hier, hè? Dus even kijken. Hoor, hey Herman. Morgenmiddag voor 16 uur laden in Rome voor maandag losse wormen. Laadgegevens volgen. Menno. Als ik helemaal thuis ben, dan ga ik ook nooit meer weg. Ja, en als ik wegga, dan was vroeger al, nam ik altijd die kinderen mee. En als ik dan bijvoorbeeld naar de markt ging of ik ging ergens heen, dan nam ik altijd de kinderen mee. Ik ging nooit, als ik eenmaal thuis was, nooit meer alleen weg. En nu nou de kinderen deur zijn, nou, dan gaan we meestal samen weg. Even naar de stad, naar de markt, en ja, een visje eten of een kopje koffie drinken. En, ja, dat zijn wel leuke dingen, ja. Het jaarlijkse personeelsfeest van de firma Stout, altijd de dag na Kerstmis. Herman is vanavond een van de chauffeurs die uit handen van zijn baas een oorkonde krijgt van een Europese vervoersorganisatie. Hij is bestemd voor chauffeurs die 1 miljoen kilometer internationaal hebben gereden, geen ernstig ongeval hebben veroorzaakt en tenminste 10 jaar bij dezelfde baas hebben gereden. Zou je dan hetzelfde vak weer kiezen? Ja, ik denk het wel, ja. Ik zit wel eens te twijfelen. En vooral als je een lange rit hebt. Maar dat zijn juist die momenten als je ergens bent en je kan eigenlijk niet meedoen, hè, omdat je de taal niet spreekt. En ja, dan zit je eigenlijk maar alleen nog aan een tafeltje. Hè, en ja, dan is het wel eens vervelend. Dan denk ik, jongen, ik wou het ook lekker thuis was.